herzlich willkommen, iedereen, die auf YouTube eine Kehr niederlandstalige Videos von dem Kanal Juggler 66 Uhr von der Wahrheit auf Stunde der Wahrheit auf Hour of the Truth kriegt. Das sind ja bleibbar nicht so viele. Ich lebe hier in einem Land, was ein von der Hofttale Niederlands ist, und ich mag da auch ab und zu eine Kehr niederlandstalige Videos, aber es sind rot tot nu toe noch nie viel. Und da war es eine lange Pause, aber ich habe ja mit Naut einen neuen christlichen Bruder gefunden, die auch verleden Weg selbst het op zich genomen heeft om mij helemaal van het Nederland hier te komen bezoeken. Ik heb hem persoonlijk leren kennen en zijn fantastische hond Shiva, die ik hopelijk nu juist uitspreek die naam. Een fantastisch beest en die wind is gewoon een fantastische jongen. Ik ben blij hem te mogen leren kennen en we zijn hier vandaag samengekomen om zijn werk, gedeeltelijk zijn werk, te bespreken. Frederick Tapasosi heeft in 2001... 2006 in die Periode das Buch Rulers of Evil gepubliziert. Ich habe das ein paar Jahre geleden von deutschen Freunden laten vertalen nach Deutsch, habe es in Deutsch gelesen, und Naut heeft het helemaal alleen op zijn eentje van Engels in het Nederlands vertaald. En we willen u zeker het eerste hoofdstuk brengen, het Ondergrondse Rome noemt het denk ik in de Nederlandse taal. Underground Rome is de Engelse titel en Rome im Untergrund is de deutsche titel. En het gaat daarover dat Rome dus uit de ondergrond werkt. Men kan dat ook anders daarstellen. Men kan dat bijvoorbeeld zo doen, als ik hier zo'n klein beeldje heb. Dat is ook Rome. Versta je? Rome zit van onder of van boven aan die strippen te trekken en iedereen danst daarna. En de mensen begrijpen het niet goed. En dat gaat hier over de Jesuiten. Dat is hier in Duits. Ja. Je hebt het in Jesuits in Engels. En je hebt Jesuiten met Z en U met I met twee punten in Nederlands geschreven. Dus maar ik denk iedereen begrijpt wat dat hier verzinbeeldelijken zou. Ja. De Puppet Master. En daar gaat het over. En dat hele boek, Rulers of Evil, gaat in feite daarover om die mensen die je nooit niet ziet te exponeren. En daarbij gaat ons Arnoud of Naut helpen, die vandaag hier met mij bij is. En wij gaan samen proberen dat eerste kapitel te lezen. Naut, hartelijk welkom tot de broadcast, tot de uitzending hier. En ik ben heel blij dat je daarbij bent. Alles goed met jou? Ja, ja, dankjewel. Alles gaat goed. Ik moet een beetje wennen aan het herfst weer, want het is niet mijn favoriete seizoen, herfst en winter. Nee, mijn ook niet. Het is te koud. Ja, ja, ik heb ook niet zoveel haar op mijn hoofd meer, dus dat scheelt ook weer. heb je gezien, hè? Heb ik gezien, ja. Ik heb haar, ja, het was echt een hele gezellige avond. Er waren ook twee andere mensen bij, Anne en Gerard uit Dresden. Ja, Gerard. Ik heb mijn best gedaan om Duits te praten en ik geloof dat we elkaar wel konden verstaan. En ik vind dat we elkaar schitterend hebben verstaan. Zelfs mijn moeder, die geen Nederlands spreekt, heeft alles goed verstaan. En jij hebt ons goed verstaan, hoop ik ook, hè? Ja, ja, ja. Meeste tijd wel, ja. En jouw moeder heeft trouwens heel lekker gekookt voor de mensen. Ja, dat is waar, ja. Dat heeft ze gedaan. Dat was heerlijk. En ja, het was alsof ik in een warm bad was. Alsof ik de mensen... Ja, jou kende ik natuurlijk al langer met jouw stem, waar je veel naar luistert. Maar Gerard en Anne en jouw moeder, dat is alsof je de mensen al jaren kent of zo. Dat is een heel raar gevoel, is dat. Ja. Maar wel heel, heel fijn gevoel. Heel fijn, dat vind ik ook. En ik blijf contact met ze houden. En wie weet ga ik een keertje naar Dresden om te kijken bij hun. Want hij heeft het een en ander verteld over Dresden in de Tweede Wereldoorlog. En daar stonden mijn oren wel van te klapperen hoe ernstig dat is geweest. Ja, je kunt altijd eens een keer die documentaire kijken, Hellstorm, die je in Engels kunt gaan zien. Die vind je hier op YouTube. Als je het niet weet, dan kan ik je straks een keer een link kan sturen, dan kun je dat bekijken. Ah ja, dat ga ik zeker doen, ja. Dat is die mijn moeder begonnen is ons te tonen, weet je? Met die beelden die we gezien hebben. Dat was dan wel in Duits, de Duitse versie. Maar die originele versie is in Engels en dat boek dus ook. Ja, hoe ver kwamen we ermee? 1 minuut, geloof ik. Het was de hele tijd, na 10 seconden wilde iemand wat vertellen. Dat was wel leuk en interessante informatie ook. Rulers of Evil, moet ik wel even bij vermelden dat het boek wel over Amerika gaat. Maar zoals vele mensen weten, Amerika en Nederland hebben een heftige band onderling. En het werkt in principe hetzelfde. Je hebt de staat als poppetje en daarachter heb je de zogenoemde, hoe ze dat in Amerika noemen, de deep state. En de deep state is niks meer dan
Vaticaan de Jezuïeten, zoals dat in Nederland ook is. Ja, dat durven ze niet zeggen natuurlijk. Hè. En je hebt gelijk, dat boek Rulers of Evil gaat in feite over Amerika. Het gaat, als je Rulers of Evil gelezen hebt, dan heb je een beter verstand van de Verenigde Staten als 95% van de inwoners van dat land, om een keer eerlijk gezegd. Maar de punt is eigenlijk, het maakt de punt wie Amerika opgericht heeft en Amerika aan het leiden is. En daar gaan we ook al direct in kapitel 1 over spreken. Want dat is een heel belangrijke punt. In kapitel 1, daar ga ik nog direct een keer op toekomen. Maar je kunt het vertalen naar alle andere landen ook. En ik ga een keer een klein beetje iets voor wegnemen, voor de verduidelijking. Omdat niet iedereen zich daar zo diep mee bezighoudt, gelijk ik dat doe of gelijk jij dat waarschijnlijk doet, Nout. De Romeins-Katholieke Kerk, die van zichzelf beweert dat ze de enige kerk is in die je verlossing vindt, die beweert ook dat haar geestelijke macht boven de wereldelijke macht ligt. En alsjeblieft, nou, als ik een keer verkeerde woorden gebruik of zo, dat het niet goed verstaanbaar is, omdat ik ja niet gewend ben deze dingen in Nederlands allemaal zo duidelijk te zeggen, dan corrigeer mij alsjeblieft dat die mensen dat goed verstaan. Ja, de civiele macht is dat dan. De civiele macht is dat. Wereldmacht, de civiele macht. Je hebt de religieuze macht en de civiele macht. Ja, maar het is het precies secular, hetzelfde. Zoals ze in Engels zeggen, ja, eigenlijk. Ja, dat is hetzelfde, ja? Wat jij net zei eigenlijk. Ja. Maar ga verder, sorry. Wat heel belangrijk is hierbij, is dat men zich eens een keer de vlag van de Vaticaan aankijkt. Ja? Dat moet men eerst en vooral een keer gaan begrijpen. Als je deze vlag ziet, en ik heb het nu niet over de kleuren die hier gekozen zijn, maar ik heb het hier over dit symbool, wat je aan de rechterkant ziet. Daar zullen mensen zijn die zich al een beetje met samenswering en dergelijke bezig gehouden hebben. Die zullen zeggen van, oh, dat is Skull and Bones. Ja, daar heb je gelijk. Dat is een schedel, hier, de kroon, en dat zijn gekruiste beenderen bij Skull and Bones. Hier zijn het sleutels. Het zijn zogezegd die sleutels die de paus beweert te hebben, omdat die van Jezus Christus aan Petrus gegeven zijn. De sleutels van de wereldelijke, de seculare macht, dat is de zilveren sleutel die onder de gouden sleutel ligt. En als iets onder iets anders ligt, dan wil dat zeggen dat het onder die zijn macht ligt. Nu zijn die twee sleutels dan ook nog een keer verbonden met een rode kort. En deze rode kort staat ervoor dat als je probeert ofwel die twee sleutels uit elkaar te halen, of ze van de macht van het opperhoofd, wat je hier ziet in de drievoudige kroon, de tiara, dargesteld voor de paus, als je die probeert daarvan weg te halen, dan gaat er bloed vloeien. En dat bloed is gevloeid, de afgelopen 2000 jaar, constant. Eerst in het heidense Romeinse Rijk, en daarna in het pauselijke Romeinse Rijk, waar we nog altijd in leven, vandaag de dag. Ook al gaat in alle kerken het anders beweerd worden, die zeggen van de tijd van de regering van de Antichrist was tussen 538 en 1798, of tussen 606 en 1866, en dat is afgelopen. Nu leven we in een ganz andere tijd, en de paus is dat niet meer, bla bla bla. Gaan we allemaal weer leggen, zeker met jullie commentaren, als jullie interessante commentaren schrijven, vragen schrijven, gaan we daarop ingaan. En ik zal ook proberen dat we volgende keer, als er vragen zijn in de commentaren, dat we voor elke zending een paar minuten wijden daaraan om die vragen te gaan zo goed dat wij dat kunnen te beantwoorden. Maar terug naar deze Vaticaanvlag. Dat is dus de vlag van de Vaticaanstaat. Dat is de kleinste staat op deze aarde. 108 hectare groot, maar heeft eigenlijk de grootste macht. Hoe dat komt, dat kun je allemaal lezen, ook voor een groot deel in Rulers of Evil. Ja, Heersers van het Kwaad, wat we gaan lezen. Belangrijk is dat je begrijpt dat de paus van zichzelf beweert, hij heeft de macht over de wereldelijke dingen, zilveren sleutel vertegenwoordigt dat, en over de geestelijke dingen. En de geestelijke dingen staan over de wereldelijke dingen. Over de seculare dingen. Ik krijg dat woord niet bijeen wat jij daar straks gezegd hebt. Dus ik blijf bij wereldelijk gaan spreken. Ja? Over de materiële wereld. Over dat wat we dagelijks zien. De politiek en alles erop en eraan.
En de paus beweert daarover de macht te hebben. En hij oefent deze macht ook nog uit, bijvoorbeeld in de vorm van concordaten. Concordaten zijn bilaterale contracten die tussen een staat en de Vaticaan getekend worden. En waarmee die staten, de Vaticaan en vooral de Romeins-Katholieke Kerk, die kracht geven, die macht geven, die hij hier beweert te hebben. En waarom beweert die paus die te hebben? Omdat je waarschijnlijk een keer Openbaring kapitel 13 gelezen hebt. En daarin staat dat de draak hem zijn macht, zijn zetel en zijn positie gegeven heeft. Ja? His power, his seat and his authority. Zoals het in Engels noemt. In Engels kan ik de Bijbel beter als in Nederlands. Ook al heeft Nout mij een fantastische kleine Bijbel, de Statenvertaling, in Nederlands geschonken als hij hier kwam. Daar nog een keer hartelijk mijn dank voor. Maar dit wil ik eerst eens een keer zeggen. Dus de paus beweert zelf deze macht te hebben en dus zie je dat omgezet als je deze poppenspelers gaat kennen, die we hier gezien hebben. Het probleem is, de meeste mensen weten niet wie die poppenspelers zijn. En Rulers of Evil gaat op basis van het voorbeeld van Amerika uitleggen wie deze poppenspelers zijn. Maar dat wat in Amerika, en natuurlijk voor elk land specifiek zo is, dat wat in Amerika is, dat systeem wat in Amerika is en hoe dat systeem loopt, dat kun je overdragen op Nederland, dat kun je overdragen op Duitsland, dat kun je overdragen op België, dat kun je overdragen op Frankrijk, dat kun je overdragen op... Daar vallen alle landen deze aarde. En die paar landen waar je dat nog niet volledig kunt op overdragen, ja, dat zijn landen die regelmatig als schurkstaten, als terroristische staten, als afvallige regeringen, regimes en weet ik veel wat allemaal betekend worden. Daar kunnen we een andere maal misschien een keer over spreken. Ik heb ook genoeg gesproken. Ik wilde gewoon een inleiding geven om proberen het zo duidelijk te maken waarover dat boek gaat en dat we wel dat voorbeeld Amerika gaan bezien, maar dat je dat voorbeeld van Amerika uiteraard kunt overdragen op andere staten ook. Heb ik dat zo enigermaßen redelijk uitgelegd, Nout? Ja, dat is hartstikke duidelijk. En ik heb nog wel wat informatie erbij te geven. Graag. Het concordaat tussen de Romeinse staat en de Nederlanden is getekend op 18 juni 1827. Dus Nederland heeft ook een concordaat met het Vaticaan. Dat is getekend door koning der Nederlanden Willem I en de allerheiligste vader Leo XII. Mag dus ik daar Nederland een vraag over stellen? Sorry, mag ik daar een vraag over stellen? Mm-hmm. 1827. En in 1831 hebben ze toch de zuidelijke Nederlanden afgesplitst en daar België van gemaakt. En ja, is dat concordaat nog altijd geldig, wat ze toen met de oude Nederland gedaan hebben? Ze zeggen dat het niet meer geldig is, maar we kennen het Vaticaan. Als hun het geldig achten, als hun het nodig hebben, dan claimen ze het gewoon geldig natuurlijk. En wij hebben onze koning koning Alexander gehad, die het regentstokje van koning Willem I aan de paus heeft geschonken. Was dat dit jaar of vorig jaar? Dus sowieso is er een overgave van protestants in Nederland aan het Vaticaan. En, nou, dat wilde ik niet betwisten, maar ik vond het interessant dat het 4 jaar is voor de zuidelijke Nederlanden België daarvan afgescheurd werd. En België in 1831 jaar een soeverein land verklaard werd, met een eigen koning. Ja. Ja, ik heb het met mijn vader ook nog over gehad. En die had ook echt geen idee dat het eigenlijk alleen maar de reden was om een buffer tussen Nederland en Frankrijk te krijgen. Dat België voornamelijk katholiek was. Is, ja. Ja, in Leuven zie je daar niet veel van, maar... Ja, Nout maakt een grap, hij is met gesloten ogen door Leuven gelopen. Ik heb vandaag nog een katholieke professor van de KUL, de Katholieke Universiteit van Leuven, in mijn taxi gehad, die 2 gasten mee gereden heeft. Dat waren hoge kerkvertegenwoordigers uit de Republiek Congo, die daar mee bij zaten en die in mijn taxi vandaag de dag gezeten hebben. Ik heb hier en daar een beetje een steekje laten vallen tegen hem als hij alleen was, maar hij is er niet op ingegaan.
inderdaad interessant geweest. Ja, Ja. dat paleis daar in Terfure, dat is echt afzichtelijk hoe erg dat is. Dat Ja, het dat geld is van. dat Afrikaanse museum, hè? Ja. Ja. Ze hebben daar een beeld neergezet ter herinnering aan die slachting. En dat beeld dat zegt ook alles weer. Normaal staat het in een piramide omhoog. Maar er staan drie. Ja, hoe noem je dat? Drie Afrikaanse stamleiders. Die staan niet in een piramide omhoog, maar die staan in een piramide naar beneden. En onderaan die piramide staat een borstbeeld van Leopold, de eerste of tweede of zoiets. Dus dat zegt ook alweer genoeg. Hier, hè? Dit, hè? Ja. Ja, daar Dat zo, is de ja. achterkant daarvan, hè? Dat is de achterkant, ja. Aan de voorkant heb je dus die koning en dus die Afrikaanse krijgers daarbij. Ik zie dat Leopold ook een pauw in zijn kont heeft gekregen, zo te zien. De achterkant had ik nog niet gezien. Ja, ik ook niet, kende dat ook niet. Ja, dat is ook de achterkant hier. Ja, dus de voorkant. Dat is hier heel klein. Das ist ook van de zijde in feite. Dus de voorkant. De voorkant zie je niet echt, hè? Ja. Ja, er zit ook een plakkaat bij dat de Leopold de zoveelste is. Maar dat moet dan goed maken dat ze ja, hoeveel mensen hebben vermoord, verminkt. Minstens 12 miljoen. Ja, En absoluut. verleden jaar hebben de Belgen nog een tand van de vermoorde Congolese president Lumumba gegeven. Omwille van dat de Belgische geheime dienst daarin geïnvolveerd was in de vermoording van die eerste vrijgekozen president van Congo. Maar dat is een heel ander onderwerp. Maar ik denk dat de mensen zo ondertussen wel begrijpen waar het op naartoe gaat. Als je dat hier eens bekijkt. Mijn eerste reactie was van, dat is toch een tempel van Jupiter. Dat ziet er toch uit gelijk met de dom hier, gelijk in de Vatikan en gelijk in Amerika. Oh, Amerika! Ik denk dat was een onderwerp wat we wilden bespreken, Nout. Laat ons maar een keer doorgaan naar heersers van het kwaad. Mag ik nog één ding zeggen? Je Alsjeblieft. mocht alles zeggen wat dat je wilt, dat was maar een voorstel van Dat mij, zeg. vlag van de Vaticaan, dat schoot mij ook ineens te binnen, dat in de Heersers van het Kwaad staat ook een hoofdstuk over het vlag van Amerika, hoe dat ontwikkeld is. Dat denk ik is ook wel leuk voor mensen om door te nemen als ze er tijd voor hebben. Dat Want zullen we ze zijn direct zien, zo. want we gaan direct, voordat we in die eerste kapitel gaan, we gaan eventjes een keer de inhoud bespreken in dat boek. En dan kun je hier en daar een keer een klein idee op die dingen ingaan. Ik denk dat het zal zeer interessant zijn. Oké, doen we het Ja? zo. Oké. Okay. Doen we een keer. Wat ik eventjes nog wil laten zien, ik heb dat boek dus in Engels gelezen, enkele jaren geleden. Ik denk dat was 2016 of zo, op mijn Hoofdkanal. Da kunt u die Engelse lezing finden, die sehr beperkt was, zeker in het zicht van vandaag. Soms twee Kapitels in minder dan 1 uur gelesen. Maar dat boek heb ik dan ook in Duits gelesen. Dat zie je hier, Herrscher des Bösen, ja, der Herrscher van het Kwaad in Duits. Die Speerlijst heeft in totaal, denk ik, iets meer dan 50 Videos. Dat ist hier der erste Teil und der zweite Teil und so weiter. Und hier, das ist das Bild, das wir gekosen haben, tun vor dem ersten Teil. Hier ist es von het Quad, Kapitel 1, het verborgen Rome. Ja? Und dabei The Holy Alliance. Da sind die Menschen, die kijken das Video, die sagen von Holy Alliance, habe ich noch nooit nie von gehört. Hoe Reagan und der Paus sich zusammengeschworen haben, um Polen zu assistieren, um durch das Solidar-Movement, auf durch die Solidaritätsbewegung, het Kommunisme na den Fall zu bringen. So ungefähr ist das vertraut. Samenswering, und das ist auf Time Magazine. Sieh dies, das ist nicht hier Jörg von der Conspiracy-Kanal Juggler66, die das sagt, auf Naut, die ihr noch nicht gehört habt, die ihr direkt in derselben Hookkartür. Das ist Time Magazine. And by the way, Time Magazine, ist das nicht von Henry Luce Obgericht gewesen? Auf was das Life Magazine? Nee, was Time Magazine? Von Luce, das ist der übrigens ein Ritter von Malta, die das Obgericht heeft. Dus dit ist das Bild auf der Thumbnail. Hier. War ist die ärgers? Oh, hier habe ich eine andere gekosen, blackbar. Die ich davor gekosen habe, vor dem ersten Kapitel. Das ist die, die ich hier habe.
Hier seht ihr die verschillenden Videos. Da willen wir het nu niet over hebben. Wij willen het echt daadwerkelijk over heersers van het kwaad hebben. Dus wij gaan eventjes een keer een beeld nemen dat ik gekozen heb dat we hier laten zien. Als je mij hoort praten, is dat Stunde der Wahrheit. Als je Naut hoort praten, is het de Notorious Christian. En we zijn aan het lezen het boek Heersers van het Kwaad. We gaan eventjes een keer gaan scrollen. Dat kunt ihr allemaal zelf doen. Dat boek is gratis en voor niet beschikbaar op Internet Archive, mijn archive. En ik weet niet, Naut, heb je ook een eigen archivebibliotheek? Ik heb ook een archive.org, ja. Goed, dan ga je mij straks een keer de link daarvan doorsturen, alstublieft. En dan zet ik die ook mee in de beschrijving van deze video. Dan kunnen die mensen erop klikken en dat boek gratis downloaden. Dat boek begint met een interessant citaat van de voormalige president van de Verenigde Staten van Amerika, William Jefferson Clinton. Hij heeft deze uitspraak gedaan op het CBS News op 31 maart 1999. Het ergste wat u in dit leven kunt doen, is het onderschatten van uw vijanden. Interessant hierbij is om te vermelden dat president Clinton diegene is die verantwoordelijk is voor het Waco-disaster. En als je daarover meer wilt weten, dan raad ik u aan dat je eens een keer bepaalde video's op het internet gaat bekijken om te informeren wat met Waco gebeurd is, met de Branch Davidians. Dat was in feite niks anders dan een autodafé, een openbare verbranding van mensen in de naam van de vrijheid van de Verenigde Staten van Amerika te moeten gaan verdedigen. Daar is William J. Clinton voor verantwoordelijk. William J. Clinton heeft gestudeerd aan Georgetown Universiteit. Was een Rhodes Scholar en als ik daarover begin, dan hebben we met 10 zendingen nog niet genoeg om alleen over Clinton te gaan. Ik kan u aanraden, lees een keer dat boek Cold World Babylon, als jullie Engels kunnen. Ben jij bekend met dat boek Cold World Babylon, Naut? Ik heb ze hier allemaal liggen, ja. De eerste deel, tweede deel en ook dat andere boek van, hoe heet de schrijver ook alweer? Stuart? P.D. Stuart, ja. Van de paus Franciscus heb ik ook hier. P.D. Stuart, hier, dat is dat beeld van dat boek. Ik had het direct een keer vergroten. Cold World Babylon, Danger in the Vatican. Koop het niet op Amazon, want daar is het veel te duur. Koop het gewoon bij de uitgever. Ja, op Amazon kost het ondertussen denk ik meer dan $200, hè? Ja. Ja, dacht ik zoiets. Hier gaat het over dus hoe de Jezuïten de wereld willen domineren. Moet men een keer gelezen hebben. En hier staat heel klein boek 1. Ja, daar bestaat ook een boek 2. En dat noemt dan The Antichrist is a Woman Alive and Well. Goed. Kan ik iedereen aanraden om eens een keer te lezen. Nu interessant is hier dat volgende citaat. Dat hebben we hier ingewerkt. Dat is van een boek dat is pas verschenen in 2000 en... Oh, laat me niet liegen. Allee, ik lieg niet meer bewust, maar ik denk 2015 of zo ongeveer. Is geschreven van Francis Rooney, ridder van de Orde van Malta. En die was voormalig ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika aan de Vatikan. Die was daar in de tijd tussen 2005 en 2008. Namelijk die tijd als George W. Bush president van Amerika was. En in 2008 werd die vervangen, omwille van dat dan Obama aan de macht kwam. En die heeft natuurlijk dan weer zijn eigen ambassadeur dan toegestuurd. En dat hele geschiedenis tussen de ambassade, die de Amerikanen en de Vatikaan hebben of niet hebben, dat hele diplomatieke geschiedenis, zeker na de vermoording van Lincoln, is zeer interessant. Dat wordt ook in Rulers of Evil, denk ik, kort aangesproken. Of tenminste in mijn lezingen die ik daar gedaan heb in Engels en in Duits. In elk geval, deze Francis Rooney zegt een heel interessante uitspraak. Hij zegt namelijk... Waarom wordt de macht en invloed van de heilige stoel, dus de zetel van de paus, onderschat? Een deel van het antwoord ligt in het feit dat het een buitengewoon complexe en unieke instelling is en daarom gemakkelijker af te wijzen dan te begrijpen. En die uitspraak van de voormalige minister van Volksvoorlichting en Propaganda in Nazi-Duitsland, Josef Goebbels, is waarschijnlijk iedereen bekend. Vertellen leugen vaak genoeg, luid genoeg en lang genoeg en het volk zal je gaan geloven. Daar is niks meer aan toe te voegen. Dan hebben we hier een
Opsomming van al die verschillende beelden, want Tapasauce heeft veel schetsen gemaakt daarin. En hier zien we die verschillende kapitels. Zullen we daar eens eventjes doorgaan, Nout? Wat denk je? Zullen we dat even doen als inleiding? Ja, dat is prima. Doen ja? We. Dus onder bewust dromen, dat heb ik gezegd, dat eerste kapitel gaan we ook direct lezen. Daarna volgt het tweede kapitel, missionarische adaptie. Ik had het missionarische genoemd, maar jij... Ik spreek natuurlijk beter Nederlands als ik, dus missionaris adaptie. Daar gaat het daarover, over het begin van de Jesuitenorde en hoe dat zij als missionaren, bij wijze van spreken, willen ageren, maar hoe dat ze dus in feite via de geestelijke weg de wereldelijke macht zich onderdaan maken. Marginalisering van de Bijbel, daar gaat het over dat wat erin staat. De Bijbel wordt klein gehouden, liefst nog verboden. Hè. Ze stond jahrhundertelang op de lijst van verboden boeken van de Vaticaan. Medici leren, dat men ook kent als leren tegen het leren, een heel bekend stukje dat daarin gaan bespreken, is uiteraard de Ratio Studiorum. Dan hebben we het over Ignatius van Loyola en zijn komst tot macht. En de andere is hem ook in Cyprus geweest, een heel belangrijke afspraak die hem daar had. En als je dat leest, dan versta je dat de Jesuiten in feite de terugbeleefde, of terug tot leven gebrachte tempelridders zijn. De belichameling van de christelijke waarden gaat daarover verder, dan de vingerstrekking van God, dat is, hoe zegt hem dat weer? Ik kende die uitspraak eens een keer, die Latijnse uitspraak. Dat is de uitspraak die Antichrist Paul III deed als hij de Jesuiten geordineerd heeft, dus als orde in de Romeins-Katholieke Kerk toegelaten heeft. Dit is de vingerstrekking van God, heeft hij uitgeroepen in Latijns. Ik kom nu eventjes niet daarop hoe het Latijns noemt. Het is te lang geleden dat ik dat nog gelezen heb. Intrekken en vertrouwen scheppen, dat zijn typische jesuïtische acties. Dan gaan we een paar definities hebben om de juiste woorden te leren kennen. De 13 artikelen omtrent militaire kunst, dat is kunsten, dat is uiteraard een grote fake. Hier, daar gaat het over een boek van zogezegd Sun Tzu, The Art of War. En dit boek wordt toegeschreven aan een Chinese keizer van weet ik veel hoe lang geleden. Daar is niks van minder waar. Dat is allemaal uit de duim gezogen geschiedenis wat ze daarin schrijven. Dat boek is volgens mij van de Jesuit Amiot geschreven. En heel kort voor het verbieden van de Jesuitenorde in 1773 gepubliceerd geweest. Dan hebben we Lorenzo Ricci's oorlog. Lorenzo Ricci was de generaal van de Jesuiten in de tijd tussen 1758 en het verbieden van de Jesuiten 1773. Hij was daar ook nog daarna, maar... Da kommt dus das ondergrondse Werken tot stand, was ihr dann soll sehen. Der geheime Brüch heeft damit zu tun, in die Zeit, als der General von den Jesuiten da abgesloten war. Und das ist eine geheime Verbindung zwischen dem Vatikan und dem Castel Gandolfo in Rom. Dogma von der Unabhängigkeit, Gestörtheit von König George III., belangrijke engelse Koning der Zeit von der Onafhankelijkheidsverklaring van de kolonieën. Bijstellen van het religieuze recht. Een tijdige grote tour. Dat is een heel belangrijk onderwerp om te lezen. Want hier, als je dat leest, dan versta je uiteindelijk wie die Rothschilds werkelijk zijn. En hoe dat hun macht tot stand gekomen is en wat ze echt zijn. De stimulerende effecten van thee, daar gaat het erover, over de Boston Tea Party, over de Boston Tea dingen, Tea Party zeg ik nu al, ja, Boston Tea Party, ja. Die heb je vandaag daar ook nog, maar toen ging het erover dat ze in Boston schepen verzengd hebben met thee. Daar gaat het over taxatie, die ze onrechtmatig vonden. Daartoe werden de mensen geleid om dat te verstaan dat dat onrechtmatige taxatie is. En ik denk het was Franklin die uitspraak gedaan heeft. No taxation without representation. Heel belangrijke dingen waar we over gaan spreken tussen de kapitels 15 en de kapitels 18. De dood en resurrectie van Lorenzo Ricci, dus gelijk gezegd heb van het verdere werken in de ondergrond van de generaal van de Jesuiten in de tijd.
Amerikaanse Graffiti, hier wordt uitgelegd hoe die Amerikaanse vlag tot stand gekomen is. Jupiters aardse verblijf, hier ga je zien dat dus die tempel in dat witte huis in feite niks anders is dan een tempel van Jupiter. En ook maar een afschetsing is van wat in Rome staat in de Vaticaan, de zogenoemde St. Peter's Dome of hoe je het ook wil gaan noemen. De maagdelijke conceptie, de koepel van de grote hemel, daar gaat het nog meer over, die Jupiters aardse verblijf, over die, daar gaat het dan ook over de apotheosis, dus de vergoddelijking van George Washington, die hier tot God verheven wordt. Het teken van Kain en de twee ministeries zijn afsluitende, zeer interessante kapitels. Ja, Nout, nu ben ik heel die tijd aan het babbelen. Je zegt er helemaal niks. Heb je er niks over te zeggen of was het allemaal goed uitgelegd? Ik denk dat het vooral ook belangrijk is. Tegenwoordig worden de Joden worden allerlei schuld in de schoenen gegooid. En dat komt vooral om de Protocols of the Elders of Zion, is dat geloof ik. Hè? Dat is een. Ja. Dat is van Boer Fontaine gekopieerd. En dat kun je vinden op Heersers van het Kwaad. Het boekje wat ik ook heb vertaald in het Nederlands. Dat ook op mijn archive.org staat. Achter de dictatoren, daar vind je dat. Ja, ja. Niet Heersers van het Kwaad. Dat is, oh, een andere, sorry, boek. Ja. Dat is een andere, ja, boek dat je vertaald hebt. Ik ben een beetje duizelig vandaag. Dus. Achter de dictatoren, ja. Achter daar de dictatoren. Het, daar komt het in de eerste kapitels direct in voor. En daar wordt uitgelegd dat het dus een jezuïtisch werk is geschreven door een jezuïtenpriester. Abbé Barouet. Ja, ik denk dat dat voor mensen heel belangrijk is om te lezen. En vooral om te delen. Want op die conspiracy sites en dat soort YouTubers, daar zie ik in de comments toch heel vaak dat dat wordt aangehaald. En dat de Joden het grote kwaad zijn. En het zijn eigenlijk de scapegoat. Daar komt het eigenlijk om neer. Ja, daarom heb ik ook hier een tijdige grote tour nog altijd in blauw achterlegd. Want daar gaat het hier over die Rothschilds. En daar gaat het over wat in de Joodse encyclopedie over de Rothschilds geschreven staat. En dat zou iedereen moeten gaan lezen. En misschien kunnen we dat ook een van die kapitels maken die we later een keer lezen. Want dat is echt interessant. En daar komt nog bij dat Tom Fress van Inquisition Update en ik zelf 2 uur doorgebracht hebben, omdat wij zijn zo computeridioten. Nog Tom, nog ik wisten dat als je op een website bent en je drukt Ctrl F, dat je elke term daarin kunt gaan zoeken, elke woord daarin kunt gaan zoeken. Dat wisten we niet. Maar Tapasorsi schrijft iets heel belangrijks, en ik ga dat nu niet voorwegnemen, in dat kapitel. En we hebben gezegd, wij maken op een zoek en we willen dat zelf gaan zoeken en we hebben het zelf gevonden. Maar het heeft ons meer dan 2 uur gekost, met z'n tweeën te zoeken, gelijk zotte, gewoon omdat we die zoekfunctie niet kenden voor het internet. Maar ja, oké. Maar daar een andere keer meer over, ook over dat thema wat jij juist gezegd hebt. Ik ga het heel even kort houden. Ik vind dat wat je over de Joden gezegd hebt vreselijk belangrijk. En ik wil eventjes een keer de Koning James Bijbel te hand nemen, want de Statenvertaling kunnen we ook dan een keer open doen. Maar ik wil het eerst een keer laten zien in Romans, in het boek van de Romeinen. En ik vind dat iedereen Romans kapitel 11, vers 11 zou moeten van harte kennen. Ik maak het een keer een beetje groter, dan kan iedereen het duidelijk lezen. Paul zegt hier: I say then, have they, and hij spreekt hier over de Joden, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather, through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Dit is hoe we met de Joden moeten gaan omgaan. Wij moeten de Joden tot jaloezie provoke, hoe zeg je dat in Nederlands? Kunnen mij daar even helpen? Not to provoke, hoe zeg je dat in Nederlands? Ben je dan nog? Hallo? Oei, oei, ik denk dat we hier... Sorry, ik had mijn microfoon uitstaan. Ah, ik wou zo zeggen, ik denk dat we hier terug een technisch probleem hebben gelijk zoveel keren dat ik al een keer had. Dat woord provoke, hoe zeg je dat in Nederlands? Dat weet jaloers dus maken. Ah, jaloers maken. Ja, dus we moeten ik kan het wel in Nederlands eventjes voorlezen. Ja, wacht, ik ben het hier juist aan het zoeken. In het Nieuwe Testament, wacht eens een keer, Romeinen. En dan kapitel 11 en dan vers 11. En dan zien we het hier staan. Ja, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden, dat zij verre.
Maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. Verwekken was het woord dat ik moest hebben. Ik kan ook eens een keer een beetje groter maken, dat iedereen dat kan lezen. De Statenvertaling in het schitterendste Nederlands dat er eigenlijk is, schrijft het op die manier. Ja? Wij hebben, wij heiden, die wij geen Joden zijn, hebben onze zaligheid gekregen, onze verlossing gekregen, door de val van de Joden. En daarom moeten wij de Joden tot jaloersheid verwekken, want wij hebben die verlossing in Jezus Christus, die zij niet geaccepteerd hebben. Want Jezus Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader behalve door mij. De Joden die Jezus Christus afwijzen, zijn verloren. Maar die zaligheid, die verlossing, was eerst hun beloofd. En dan komen we tot een heel ander woord, dan komen we tot Daniel kapitel 9, versen 24 tot 27. Dat is nu te ingewikkeld om dat daar ook nog over te hebben, anders kan man met Heerses van het Kwaad helemaal niet meer beginnen. Maar dat is ook niet erg, want dan doen we daar volgende week over verder. Belangrijk is dat wij verstaan, de Bijbel roept ons op om de Joden tot jaloersheid te verwekken. Ga je iemand tot jaloersheid verwekken in wat jij gelooft door hen te achtervolgen, door hen te vermoorden? Ik denk het niet, ja. En ook niet door op het internet te hetsen tegen de Joden. Hetsen, kunnen we dat zeggen in Vlaams? Is dat een geldig woord in Nederlands? Ja, dat verstaan ze wel, ja. Ah, oké. Ja, wat zou jij anders zeggen? Heb je een ander woord daarvoor? Opruien. Opruien, ja. Goed. Je ziet, ik ben verre van echt goed in Nederlands. Ik spreek heel simpel die taal. Ik heb het ook niet beter geleerd. Nooit niet in school. Dus vandaar, ja, opruien. Ja. Heel belangrijk. Ja, dat moet iedereen die zich Christen noemt, een keer achter de oren gaan schrijven. En als er met achter de oren geschreven heeft, dan moet hij het doen. Ja, dan moet hij bij de Joden gaan en moet hij zeggen van, kijk, ik heb mijn verlossing die eigenlijk jou toebehoort. Waarom accepteerde je Jezus Christus niet? En dan gaat hij u 5 of 10 redenen geven en je kunt elke van die redenen met de Bijbel weerleggen. Nou, als je dat doet, dan heb je een vriend en een broer voor eeuwig gewonnen. Ik heb wel eens een filmpje gezien, dat er is een man, ik weet niet of hij zelf Joods is, die is naar Israël gegaan en die heeft een bepaalde Bijbeltekst gepakt, waarbij duidelijk is dat... Jesaja 53. Ja, en die leest hij dan voor en dan vraagt hij aan diegene aan wie dat heeft voorgelezen, zegt hij van, over wie denk je dat dit de Bijbel het heeft? Ja. En dan zie je ze denken en dan denken ze van, ja, ik weet het wel, maar ik durf het niet te zeggen. En uiteindelijk zegt ze, uiteindelijk... Hun hart gaat dan toch open en dan zeggen ze het toch. En vooral ook met deze tekst is het ook heel belangrijk in deze tijd. Dat het maakt niet uit welke kleur iemand is of van welk land iemand vandaan komt. Het gaat alleen maar om geest, de Heilige Geest. Want we worden tegenwoordig verdeeld. God heeft de mens geschapen. En in de mens zijn, om het maar simpel te zeggen, in de mens zijn genen zitten alle verschillende versies al in. Dus als we het over, tussen aanhalingstekens, rassen hebben, dan hebben we het alleen maar over de menselijke ras. En die kent verschillende kleuren. Zoals hondenrassen verschillende soorten kennen, kattenrassen verschillende soorten kennen en zo verder, kent de mens ook verschillende soorten die zich dan uiten in kleur of wat dan ook. Maar het is nog altijd de menselijke ras. Een mens is een mens. Ja? God heeft de mens geschapen. Ja? Laat ons mensen maken in ons evenbeeld, heeft hij gezegd in Genesis kapitel 2, denk ik, als ik niet mis ben. Maar dat is, alleen we kunnen eens een keer een Bijbelstudie doen. Nou, dat zal misschien ook heel interessant zijn voor velen, dat we hier en daar eens een keer dingen in de Bijbel gaan bespreken. Dat gaat nu te ver. Maar deze zin, uiteraard, is heel belangrijk. En
Das Problem ist, Juden haben sehr viele Reden, um Jesus nicht zu akzeptieren, aber kein enkel Reden hält stand, als sie mit der Bibel beweist, dass sie ungelenk haben. Und ihr könnt mit der Bibel den Juden beweisen, dass sie ungelenk haben. Ihr müsst allein bepaalde Dogmas umvergehen. Ihr müsst bijvoorbeeld het Dogma von der Trinität umvergehen. Weil das lang als Christen geloven, dass Jesus Christus Gott ist, gar nicht integer das Schema. Das ist Deuteronomium. Deuteronomium Kapitel 6, Verse 4 und 5 und 6. Für das Fall, dass ihr da nicht mehr bekannt seid, können wir das nicht eben das Open tun, dass wir dann doch hier so fair sein. Deuteronomium Kapitel 6 und dann steht darin geschrieben: Hör Israel, der Herre, unser Gott, ist ein einig Herre. So sollt jij den Heere uw God lief hebben met uw ganse hart, met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u hen heden gebiede, zullen in uw hart zijn. En je zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als jij in uw huis zit, als je op weg gaat en als je nederligt en als je opstaat. Dat noemt men de schema. Deuteronomium Kapitel 6, Verse 4 tot 7. Der meist belangrijke Part hiervan gesproken wordt. Hör Israel, der Heere, unser Gott, ist ein einig Heere. Geen Trinität. Das ist babylonische, falsche Lehre. Huf, nu sind wir al so ver weg. Gaan we nog tot de lezing van het boek komen vandaag. Aber wir haben noch een kleine 20 Minuten. Hoofdstuk 1 nochmal. Dort haben wir abgesloten. Dann gehen wir ein bisschen weiter scrollen und dann sehen wir hier, was ist das? Kapitolgebäu in Washington D.C., der Tempel von Jupiter. Und nichts anderes als ein Kopie von der St. Paulus Kirche auf der Vatikan-Dinge da in Rome. Vorrede, Vorwort und Orientation gehen wir uns vandaag besparen. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, da gehen wir nun nicht durch. Ist interessant, als ihr das hele Buch wilt lesen. Ich sage, ihr könnt es gratis kriegen. Wir beginnen Heersers van het Kwaad. Und ihr seht hier die Gelijkenis zwischen dit und zwischen, warte ich eben, was mein Bildchen? Hier, ja, Time, Holy Alliance. Gaat dat nog een keer vergroten, dann könnt ihr noch deutlich sehen. So ist das hier. Hier geschrieben, das ist originell und das ist das Sketch, die Tapasauce da in den Teil von gemacht hat. Das ist ein Investigative Report. Ja. Ein investigative, ein nachforschende, auf wie sich investigativ in Flams. Nachforschung, auf wie nennen wir das? Research ist auch Research ist dann wie Engels, naja, so was. In elk geval ein sehr interessanter Artikel. Hoe Reagan und de Paul samen werden, um die Solidaritätsbewegung von Polen zu helpen, um so het Kommunisme zu verslaan. Hoofdstuk 1. Onderbewust Rome. Lees ik nu. Ik lees voor. Nout is daarbij. Wij doen dat met z'n tweeën. We doen dat zu zweit hier. Und wir gehen jetzt nicht das juiste Bild durchpacken, das hier. Dus nou, als du blieft, als jij einen Kommentar hebt, of iets, of een vraag, of weet ik veel wat, dann als du blieft, onderbreekt mij. Gut? Prima. De Romaanse Katholieke Kerk is een staat. Dat is een Zitat van Bischof Mendel Creighton in zijn Brieven, die hij geschreven heeft. Toen een Pulitzer Prize winnende Reporter in zijn 1992 Time Magazine in Hoofdartikel over een samenswering tussen president Ronald Reagan en Paus John Paulus II aankondigde. Dit artikel betrof een geheime heilige alliantie tussen beide leiders, welke een eind aan het communisme zou hebben gebracht. Was er tenminste één die door deze hype heen keek. En dit was professor Carol A. Brown van de Universiteit van Massachusetts. Hij schreef een brief naar Times Magazine's redacteuren. Uit deze brief, citaat. Vorige week leerde ik mijn studenten over de scheiding van kerk en staat. Deze week leer ik dat de paus regeert over de zaken van de buitenlandse zaken in de VS. Geen wonder dat onze jonge mensen zynisch tegenover Amerikaanse idealen staan. Einde, citaat. En voor ik doorga, in Nederlands kennen ze mij misschien niet zo goed, moeten ze weten dat de paus, dat staat altijd voor de historische
bijbelse en profetische antichrist. Als je daar interessante studies over wilt hebben, dan kan ik je verwijzen naar mijn studies in Engels en in Duits, maar we gaan ook misschien ook een keer in Nederlands gaan doen. De paus is de antichrist. Elke paus is de antichrist. En was de antichrist? En zal die antichrist zijn? Het is het bureau, het is de stoel, de zogenoemde heilige stoel. Het is die titel paus, als je die hebt, dan ben je de antichrist van de Bijbel. Die Antichrist, die angekündigt ist in Daniel Kapitel 7, in anderen, die angekündigt ist in Paulus sein Schreiben nach der Thessaloniken Kapitel 2, Verse 2, 2. Thessaloniker Kapitel 2 und dann in die erste, ich denke 15 Verse davon, gerade darüber. Und auch die von Johannes of John, was sagt der? Sagt der John oder sagt der Johannes? Alles. Johannes. Ich habe trouwens heel veel namen, die heb ik soms in het Engels laten staan, zoals Koning George, wat we net in het hoofdstuk hadden. Ja. Dat is niet opzettelijk gedaan hoor, dat is gewoon vanzelf gegaan, omdat ik zelf vaak veel in het Engels. Ja, hier ja ook de Paus John Paulus, dat is Johannes Paulus. Ja. Ja. Also John Paul. The second was John Paul ist der Engelse und Johannes Paulus soll das eigentlich die korrekte nederlandstalige Benaming sein. Und durch diese Paus von der erste tot der regierende ob dit Moment tot der letzte tot Jesus Christus zurückkommt ist der Antichrist. Und darum wurde mir das heel vaak sagen, dass ich bevor im Platz von Paus auf so Antichrist lese. Of ich lese das Wort Antichrist vor het Wort Paus, dann weet je tenminste warum. En als je daar twijfels over hebt, dan ik zeg het, zijn er honderden video's op mijn kanaal die je daarover kunt gaan kijken. Je kunt zelf de Bijbel bestuderen of je kunt mij nog een keer vragen en dan zullen we daar misschien eens een keer een eigen video over maken. In elk geval, dat citaat, heel belangrijk. Ja? Professor Carl A. Brown van de Universiteit in Massachusetts schreef naar die uitgevers van het magazine van ik leer hier eigenlijk dingen die jullie dan in één keer compleet omdraaien. Ik zeg van kerk en staat zijn gescheiden en jullie leren precies het ander. Want Ronald Reagan, politiek, heeft samen met Johannes Paulus II, kerk, samengezworen om het communisme om te werpen. Dus dan heb je geen scheiding van kerk en staat als die twee samenwerken. Wat Brown van Karlstein leerde, had ik voor mezelf ontdekt door middel van jaren van privéonderzoeken, namelijk het pausdom regeert in werkelijkheid de buitenlandse zaken van de Verenigde Staten en heeft dit altijd gedaan. Jawel, Bernstein noteerde ook de namen van de leidende Amerikaanse spelers die achter de schermen van de Reagan-Vatican samenswering stonden. Tot de man toe zijn het allemaal, tussen aanhalingstekens, vrome Romaans-Katholieken. En daar zijn een paar namen bij die zullen kennen. William Casey, Knight of Malta, directeur van de CIA. Richard Allen, Knight of Malta, nationaal veiligheidsadviseur. Judge William Clark, nationaal veiligheidsadviseur. Alexander Haig, Knight of Malta, secretaris van de Staten. Vernon Walters, hoogste ambassadeur, en William Wilson, ambassadeur van het Vaticaan. Waarschijnlijk ook een Malteser. Maar de reporter liet na om te melden. De hele senaat van het Buitenlandse Relatiecomité wordt ook door Romaans-Katholieken geregeerd. Nu, eventjes moet ik hier een keer een puntje maken. Nout heeft dat boek vertaald, maar het is nog niet gecorrigeerd gelesen, das ist noch nie geediteerd. Da sitzen Fauten in, so als bijvoorbeeld hier ein Punt zu setzen, waar kein Punt ist. Maar de reporter liet na om te melden, ist kein volledige Sinn, da sitzt kein Punt achter. Maar dergelijke Fauten, en ook als jullie grammaticalische Fauten opvallen, als wij hier lesen, schrijf het ons, dan kunnen we dat boek aanpassen en dan kunnen we die Fauten corrigeren. Ja? Das wird dus nu in feite auch durch jullie samen geeditiert.
In elk geval liet de reporter na om te melden dat de hele senaat van het Buitenlandse Relatiecomité wordt door Romaans-Katholieken geregeerd. In het specifiek de senatoren Joseph Biden. Ja, dat is die die vandaag in 2022 president van het land is. Die was de leider van de subcommissie van Europese Zaken. Paulus Sarbanes, internationaal economisch beleid, handel, oceaan en milieuzaken. Daniel P. Moynihan, nabije oosten en zuid-aziatische zaken. John Kerry, ja, dat is die Skull and Bones man, die in 2004 tegen George Bush aangetreden is om het presidentschap in de Verenigde Staten van Amerika. Heb ik het toch juist, hè? Toch John Kerry, hè? Ja. Ja, daar was John Kerry. Die was de voorzitter van het Comité Terrorisme, Narcotica en Internationale Communicaties. En Christopher Dodd, Westelijk Halfrond en Vredeskoorzaken. Nu, voordat ik verder lees, wil ik één punt eventjes duidelijk maken. Je ziet hier al namen en functies staan. Christopher Dodd, Westelijk Halfrond en Vredeskoorzaken. John Kerry, Moynihan, Paulus Sarbanes, Joseph Biden. Je ziet hier namen staan en je ziet wat dat ze gedaan hebben, wat hun opgave was, wat hun relatie was in de tijd als dit boek geschreven werd. Hier gaat het over de jaren 80. Die punt die ik wil maken is het volgende. Wij gaan het eerste kapitel lezen. En als je dat eerste kapitel, waar we nu al in begonnen zijn, met de namen en de functies en alles erop aan, als je dit kan weerleggen als samensweringscomplot, BS, Leugen. Dan moet je dat boek niet verder lezen. Dan moet je ook onze lezing verder niet volgen. Maar als je dat niet kan weerleggen, dan bent u eigenlijk moreel verplicht om het hele boek te lezen. Zo simpel is het. Zo belangrijk is het eerste kapitel. En u zult nog die ogen uit de kassen vallen als je ziet wat we nog allemaal gaan lezen. Bernstein zou van zijn punt zijn afgewaald door op zijn lijst Romaans-Katholieke leiders van het Amerikaanse binnenlands beleid te noemen, zoals Senaatmeerderheidsleider George Mitchell en spreker van het huis, Tim Foley. In feite was het zo, toen het Heilige Alliantie-verhaal in de winkels kwam, was er geen arena van federale wetgevende activiteit, die niet direct gecontroleerd wordt door een Romaans Katholieke, senator of afgevaardigde. Dat is een heel belangrijke zin. Die is grammaticalisch waarschijnlijk niet helemaal correct. Moet een keer verbeterd worden. Zo zie ik het tenminste. Maar ik zeg het, ik spreek ook heel slecht Nederlands. Maar wat lezen we hier? Toen het Heilige Alliantie-verhaal in de winkels kwam, 1992, was er geen arena of geen veld, geen niks van de federale wetgevende activiteit die niet direct gecontroleerd wordt of werd door een Romaans-Katholieke senator of afgevaardigde. Met andere woorden, alle arena's, alle punten van de federale wetgevende activiteit zijn direct gecontroleerd door Romaans-Katholieke personen. Hebben we niet geleerd dat de Verenigde Staten van Amerika eigenlijk protestant zijn? Hoe komt dan dat elke arena van de federale wetgevende activiteit geleid wordt door Romaanse katholieken? Om dat geschiedenis te verstaan, moet je dat boek Heersers van het Kwaad lezen, wat we hiermee begonnen zijn. Nu komt een heel interessante opzomming. De comité's en subcommissies van het VS-senaat en huis van afgevaardigden regeert over commercie, communicatie en telecommunicatie, energie, farmacie, gezondheid, scholing en welvaart, menselijke diensten, consumentenprotectie, Financiën en financiële instituten, banken dus met andere woorden,
transport, werk en werkloosheid, gevaarlijk materiaal, belastingen, bankenregulatie, geld en monetaire zaken, toezicht op het Federal Reserve System, en daar kunnen we later ook nog een keer op ingaan, op dat Federal Reserve System, grondstoffenprijzen, huurprijzen, dienstenadministratie van kleine bedrijven, stedelijke aangelegenheden, Europese zaken, dat was Joe Biden, hè? Nabije Oosten en Zuid-Aziatische zaken, terrorisme, verdovende middelen, wat natuurlijk weer een beetje samenhangt met farmacie, maar hier gaat het vooral over drugs, internationale communicatie, internationale economie, handel, oceanen, milieubeleid, verzekering, huisvesting, gemeenschapsontwikkeling, federale leninggaranties, economische stabilisatiemaatregelen, inclusieve loon- en prijscontrole, was Amerika niet de vrijste markt van alle markten? Waarom heb je dan loon- en prijscontrole van de regering? Klinkt dat niet naar communisme? Die ze juist probeerde met deze samenswering tussen Reagan en Johannes Paulus II. Ten val te brengen. Goud en kostbare metaaltransacties, landbouw, dieren- en bosbouw, plattelandskwesties, voeding, prijsondersteuning, weer al zoiets socialistisch. Voedsel voor vrede, landbouwexport, bodembescherming, irrigatie, stroomkanalisatie, overstromingcontrole, minderheidsbedrijven, milieu- en vervuiling, capriaties, defensie, buitenlandse operaties, vaccins, etiketering van geneesmiddelen en verpakking, drugs- en alcoholmisbruik, inspectie en certificering van vis en bewerkte voedingsmiddelen, gebruik van vitamines, gebruik van vitamines en saccharine, dat is een suikervervanger, nationale ziektekostenverzekering, menselijke diensten, hebben we al gehad, juridische diensten, familierelaties, kunst en geweten, en geesteswetenschappen, gehandicapten en veroudering. Met andere woorden, virtueel alle aspecten van het Amerikaanse seculiere leven kwamen onder het voorzitterschap van één van deze Romaans-Katholieken. En nu worden er namen bijgevoegd. En wie kende jij? Jij kent Joseph Biden. Jij kent John Kerry. Je kent Edward Kennedy. Probably, zal ik maar zeggen. Ja, dat zijn zo de meest bekende namen die we hier hebben. Ja, Daniel Monien hebben we ook al gelezen daarvan voor, zijn de bekendste. Ik lees ze nu niet allemaal voor, je kunt dat zelf voor je eigen lezen. Maar Vaticaans Concilie Vaticanum II, Constitutie over de Kerk, ja, dat is dus dat Vaticaanse Concilie, dat plaats van tussen december 1962 tot 1965, of was 63 tot 65, sorry, 63 tot 65, dat was het ecumenische concil om alle kerken terug onder de hoede van Rome te krijgen. Om de verloren dochters uit het protestantisme terug naar Rome te trekken. Dat uiteindelijk dan tot daartoe geleid heeft dat de Lutheraanse Wereldwijde Federatie op 31 oktober 1999 uitgerekend dus de dag van het protestantisme. De Reformatiedag van Martin Luther, waar hij de 95 these van tegen de Romeins-Katholieke Kerk hun indulgence in Latijn gepubliceerd heeft. Op die dag, 31 oktober 1999, heeft de Lutheraanse Wereldwijde Federatie de capitulatie tegenover Rome getekend. In de vorm van een contract die noemt The Joint Doctrine of Justification. Daar heb ik in Engels 5 verschillende video's over gemaakt in een serie om dat papier uit te leggen. Dat heeft Richard Bennett, die dat zeer goed kan, Latijns kan, vertaald naar het Engels. En we hebben dan Engels 5 video's over gemaakt. Dit concilie, Vatican II. Ja, Vatican I is 1870, wat de paus zich onfeilbaar verklaard heeft. En Vatican II is in de jaren 1960. Hier hebben ze een constitutie overgebracht, de constitutie van de kerk in 1964. Dus gedurende dat concilie, dat liep tussen 3 en 65. Deze constitutie, ja, dat is een constitutie, dat is een
Habt ihr da noch ein anderes Nederlands Wort vor? Das ist ein Grundwert, so als du das in Deutschland überweisen sollst. Das ist die Basis von was ihr habt als ein legales Land, als Wettwerk. Ja? Diese Konstitution instruiert Politici. Sie instruiert sie. Sie verpflichtet diese Politici. Und sie sind ja Romains-Katholiker. Ja? Joseph Biden ist Arzt-Katholisch, Jesuitisch abgeleitet. Diese sind gebunden an die Dogmas von der Romains-Katholischen Kirche. Und die Dogmas von der Romains-Katholischen Kirche sind unter anderem festgeschrieben in der Constitution over the Kirche in 1964 in der Zweiten Vatikanischen Konzilie. Und daher wurden diese Politiker geinstruiert, um hun säkuläre, das werdeliche Amten ja, in der Politik zu gebruiken vor Beförderung von Roms-Katholike Sag. Das mit anderen Worten. Sie können dafür sorgen, dass die Geistliche, die säkuläre Macht, geht beherrschen. Katholike Legen, das sind das Menschen, die nicht tot der Clergy gehören, das nicht Stand von der römischen katholischen Kirche ausmachen, weil das der gewohne Gelobigen, sag ich mal. Wie sie auch sein, diese Katholiken legen, wie sie auch sein, werden abgerufen, um all hun Energie zu besteden an der Grüe von der Kirche und der fortdurende Heiligung. Und, Zitat, um die Kirche anwesig und wirksam zu machen, in die Plätze und Umständigkeiten war allein dorthin, sie hat Saut von der Erde können worden. Ende Zitat. Vatikanum II instruiert verder alle Katholiken, Zitat, durch ihre Bequemheit in säkuläre Disziplines und ihre kräftige Aktivitäten und Inspannungen zu tun, sodass die Guderen von dieser Welt ehrlicher verteilt worden unter alle Menschen und so auf ihre eigene Manier beförderlich mogen sein vor der universelle, sprich Katholiker, und Katholik bedeutet universell, vor der universelle auf katholische Vorausgang in menschliche und christliche Freiheiten und um die Gewohnten und Umständigkeiten von der Welt zu verhelpen, indem sie ansporen tot Sondige, sodass sie allemal gleichformig können worden an den Normen von Rechtwahrlichkeit und eher die Beufnung von Deucht befördern, dann diese zu belämmern. Christliche Freiheit. Überhaupt, diesen Namen christlich. Aus der romains-katholische Kirche über iets christlich spricht, dann spricht sie über iets, was sie nichts von kennt. Weil die romains-katholische Kirche ist kein Christentum. Als ihr das noch nicht begriffen habt, dann kann ihr das Buch helemaal nicht verstehen. Dann kann ihr das auch nach dem ersten Kapitel weggehen. Da muss ihr erst alles eine Kirche über informieren. Christentum und Katholizismus sind so fair uit elkaar als het Osten van het Westen ist. Vatikanum II befestigt die katholische Doktrin, die zurückgeht, tot 1302. Toen Antichrist Paus Bonifatius VIII. Bewährte in sein Unam Sanctam, Zitat, hat es absolut notwendig vor der Redding von elk menschlich Wesen, um unterworfen zu sein an der romanische Pontiff. Diese Uitspraak von Antichrist Paus Bonifatius VIII. Da habe ich in Deutsch ein eigenes Video über gemacht. Das nennt ja, Unam Sanctam kommt darin vor, aber das ist ad absurdum. Want, was Paus Bonifatius VIII. Hier in 1302 geschrieben hat, basiert sich auf iets, was er darauf Paus Gregorius VII. Geschrieben hat in 1073. Das war sein Pontifikat. Und das ist sehr wichtig, um zu wissen. Das ist ein interessantes deutsches Video, als ihr Deutsch sprecht, dann geeft ihr gewohnt auf meinen Kanal Ad Absurdum in, auf auch hier Unam Sanctam, und dann findet ihr das in der Suchmaschine von meinem Kanal. Ist das auch nicht ein Uitspraak die werd gebruikt door de Caesars toen de tijd. Dat de burgers onderworpen moesten zijn aan de keizer. Kan ik me herinneren dat dat ook in het boek voorkwam.
Naja, sie müssen sich allemal unterwerfen an den Kaiser, das ist juist, aber ich denke nicht, dass es zu tun hat mit der Redding auf der Verlossung von. Want der Caesar was ja, muss wel als Gott beschaut worden, als ein Pontifex Maximus was, dus von Julius Caesar, so 44 vor Christus, die heeft die Titel ja overgenomen, da zijn die Caesars ja auch als Rotten an Wart geweest, maar da bin ich nicht van bekend met die Uitspraak, moet ik ehrlich sagen. Ja, dat bedoel ik. Ik bedoel dat eigenlijk het beeld hè, van Babylon, Medo-Persië, Griekenland en dan Rome en daarna het hernieuwde Rome. Mm-hmm. Eigenlijk de Pontifex, de Caesars van Rome, de Pontifex Maximus, de bruggenbouwer. Die titel is overgenomen door de Antichrist, de paus. Ja, ja dat is weer iets anders. Je hebt in Paus Pius de Negende, zijn Discorsi van 1864, denk ik, is er uitgekomen. Heb je die uitspraak? The Caesar who now addresses you and to whom alone obedience and fidelity is due. Ik heb daar een beeld van, daar heb ik dat in staan. De Engelse. Wacht eens. De Engelse. Uitspraak is All Hail Caesar. Ja, Antichrist Paus Pius de Negende in zijn Discorsi op pagina 253 zei: The Caesar who now addresses you and to whom alone are obedience and fidelity due. Is dat wat je bedoelde? Nee, ik heb het echt over de Caesar toen de tijd. Ik weet zeker dat het in het boek staat, dat iedereen ondergewijd is aan en zijn leven te danken heeft aan Caesar. En dat is dan uit een van die gedichtenboeken. Hoe heet die ook alweer? Hele ja, moeilijke. Ik weet waar je het over hebt. Die Celebiens dingen. Ja, daar staat het in. Daar staat het in. Ja, ik kom daar eventjes niet op hoe dat precies noemt. Maar ik weet wat je bedoelt. We gaan het er ook later in Hersens van het Kwaad over hebben. Als we over George Washington spreken en zijn toebehorigheid tot de orde van Cincinnati. En als het over Cincinnati gaat. Weet je dat nog? Herinner je dat nog aan van die vertaling? Het zegt me wel wat, maar wat het precies ook weer was, dat weet ik niet meer. Ja, dus de orde van Cincinnati is een oude orde, een vrijmetselaarorde in de Verenigde Staten van Amerika, waar ook George Washington lid van was. En Cincinnati was een die was een farmer en dan is een tot grote veldheer gepromoveerd en heeft dus alles laten staan en liggen en heeft dan voor Rome naar de oorlog getrokken, heeft alles gewonnen. En dan wil ze hem de houden en zegt hem van nee, ik ga gewoon terug naar mijn land en bewerk mijn land verder. En dat is een heel verhaal, daar gaan we later in dit boek over kunnen gaan lezen uiteraard. Ja. We willen ja nog niet te lang maken. Ik ga hier ook eventjes na deze Alinea, ga ik ook eventjes een keer stoppen, want dat eindigt tenslotte met een heel belangrijke zin. Ja? Dus Vaticaan II bevestigt de katholieke doctrine die terugkomt tot 1302, tot toen Antichrist Paus Bonifatius de VIII beweerde, dat het absoluut noodzakelijk is voor de redding van elk menselijk wezen om onderworpen te zijn aan de Romaanse pontif. Ja, met andere woorden, behalve buiten de Romeins-Katholieke Kerk is er geen verlossing mogelijk. Dit was de inspiratie voor het pausdom om de Verenigde Staten van Amerika in 1776 te creëren. Door een proces net zo geheim als de Rijken Vaticaan voortbrengen van Oost-Europa in 1989. En nu komt die zin die het hele eerste kapitel überhaupt pas onderbouwt. De Amerikaanse regering Rooms-katholiek vanaf het begin? Niet protestants? De Amerikaanse regering Rooms-katholiek? Wat wij tot nu toe gezien hebben, ondersteunt deze veronderstelling. Wat we de volgende keer gaan zien, bevestigt deze stelling, zal ik maar zeggen. En ik heb nu waarlijk genoeg gesproken, spijtig genoeg hebben we Nout niet al te veel gehoord. Dus krijgt Nout nu van mij, uiteraard, het slotwoord in deze uitzending. Voor mij, ik raad u aan om dat boek down te loaden van het internet, te lezen, die link te verdelen met alle vrienden, kennissen en familie die je hebt, en daarnaast lees
de Bijbel. Shalom, Maranatha. Ja, dankjewel Jurich voor de lezing. En ik wilde daar nog aan toevoegen dat de namen die we net genoemd hebben, voornamelijk Biden, die we allemaal kennen natuurlijk nou, die mensen die zijn allemaal opgeleid in Jezuïte universiteiten. Dus hun loyaliteit, hun hele spirituele loyaliteit liggen bij de Jezuïten. En de Jezuïten zijn natuurlijk niks anders dan de militaire arm van de Antichrist paus. Ja, het boek zelf, de vertaling zelf, ik heb geprobeerd om wel een beetje in de vorm van het boek te vertalen. Want elke schrijver die heeft zijn eigen manier van schrijven. Dus als de grammatica niet helemaal klopt met hoe het Nederlands zou zijn, dan heb ik eigenlijk geprobeerd om het een beetje één op één te vertalen. Het leest wel lekker weg, geloof ik. Ik heb het zelf allemaal doorgelezen, dus... Dus ja, maar als je eventuele opmerkingen hebt of aanmerkingen, dan mag je die altijd in de beschrijving erbij zetten. Dat staat vrij, geen enkel probleem. Ik heb nog een ander boek wat ik net zei hè, over die Zionisten. Hè, dat soort complot, wat ze dan zeggen, de protocollen van Zion. Heersers, nee, niet heersers van het kwaad, doe ik het weer. Achter de dictators. Ik zou Jurg dan ook zo meteen even die link erbij sturen. Zodat u dat ook kan doornemen en op kan sturen naar de mensen die roepen en schreeuwen. En nee, het zijn de Joden, het zijn de Joden. Dat ze dat zelf ook een keertje kunnen lezen en de feiten onder ogen zien. Want dat moet echt een keertje stoppen. Dan had ik nog het volgende. Ja, zoals gezegd was ik bij Jurg vorige week en was Gerard en Anne daar ook. Gerard die had ook wel eens last van kokend bloed als hij bepaalde onderwerpen aansneed. En daar heb ik ook wel eens last van. En toen heb ik hem deze Bijbelcitaat doorgegeven. Die wil ik even doornemen met jullie. Dat is Efesianen 6:11 tot en met... Even kijken, heb ik het goede nou? 6:11 tot... Nou, je hoort het wel. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebben met bereidheid van de evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebben het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking, biddende ten alle tijden in de geest en tot dezelfde wakende, met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En daar wilde ik het bij laten voor deze keer. Maranatha en allemaal een fijne Sabbat. Het is vrijdagavond, zonsondergang. Fijne Sabbat allemaal.